Beste mensen, het is lente, de zon schijnt en daar hoort natuurlijk asperge bij. We gaan smerig lekker koken met het witte goud, het pad van het bord af en te combineren met alles wat groeit en bloeit in Limburg. Koken met passie, het gezonde Limburgse leven. Tren, welkom aan de Maas. Ja, dankjewel. Ja, ik vind het geweldig hier nu. Je voelt het eigenlijk thuis. Asperges, Maas hè, en René. Dus ik ben benieuwd. Een en al passie, denk ik. Absoluut, absoluut. En volgens mij doe je dat graag koken? Ik doe ook heel graag koken, ja. Dus, zoon van aspergeboer? Ja, we hadden vroeger thuis asperges. We hadden bloemen en asperges. Kijk. Dus ik mocht dan ook vaak meest 's ochtends het veld in. Het veld in om mee te steken, ja. Hey, als je er een paar pak je ja, nog een goed. Paar. Wat belangrijk is. Het maagdelijk gedeelte, daar mogen we niet aankomen. Nee. Dus ver van de kop. De meesten beginnen hier te schillen, dat is eeuwig zonde, want dat is zo lekker. Dus, en dan naar het gras maaien, ja. Overlappen, dat we geen schillen meer op het bordje krijgen. Dat vinden we niet lekker. Nee. Ja, normaal doet ons man dit. Ja, kijk. Hè? Die kunnen dat als de beste, hè? Dat ontken ik niet. Hè? Dat is, Ja, het is een van de lekkerste seizoensproducten, vind ik. Volgens mij is het het meest lekkere van de regio van Noord-Limburg. We zitten in het historische aspergegebied en dan moeten we vieren. En het wordt flink gevierd. Ja, absoluut, absoluut. Maar dus iedere vrije dag moest je vroeger asperges steken? Ja, dat was echt... Het veld in? Het veld in. En toen we zelf thuis geen asperges meer hadden, ben ik bij een plaatselijke boer. Pieven de Donk, ben ik asperges gaan steken. Kijk. En dat was het viel altijd samen ook met de kermis. Hè? Dat is pijn. Ja, dat deed heel erg pijn. En dan, vroeger had je nog van zo'n lens die dan ook al echt warm waren. Ja, ja. En dan ja. Gingen we vanuit de kermis, vanuit de kroeg, 's nachts, in de auto liggen. Langs het veld. En dan 's ochtends om 5:15 ging die boer. Werd je wakker in die auto en dan hup. Had je de trekzak ook bij? Nee, dat niet. Dan ging je asperges steken en dan was je weer een uur of 12 klaar. Was je nuchter? Ja, dat was nuchter. En dan vlug weer onder de douche en hup, dat matinee. Ja, dat waren echt... Dat waren tijden. Ja. Kijk, uit onze mooie kruidenkar halen we dus van ons mikken, de palingen. Die zijn even gemarineerd. Dus even en zout water en een beetje kruiden. Dus een paar uur. En dan gaan we ze op hooi roken. Ja. Dus puur Maasduinen. En dan op de mooie hooigeur in de bikkernek. Oké. Kijk, eventjes, huppakee. Oh ja, fantastisch. Even wat natte voetjes geven, dat ze onder niet uitdrogen. Met nat hooi, zo. En wat droog hooi rondom voor de geur zo meteen. De mooie rooksmaak. Dat is waanzinnig. Zo. Ja, dat is... Ja. Dat... Dus, ik krijg er honger van. We roken rauwe hersen uit vandaag, toch? Kijk, dit gaat... Nee, maar het is zo mooi dat het dit komt uit Zevenum dan, hè, de paling? Ja, alles uit Noord-Limburgse, het hooi, dus ja, dat is fantastisch. Ik pak een heel mooi bloemstuk erbij. Een bloemstuk? Ja, let op. Oh. Moet niet gekker worden. Nee. Van zijn theeprikkers, hè? Ja. De asperges heb ik vaak op gegaard, zoals ik zei, die ga ik er ook bij pakken. Kijk, de asperges die we dus voorbereid hebben. Mm. Vacuum gegaard, mooie bite, steken we hier mooi zo overheen. Brof, ja. Smakelijk schikken. Hopla. Een hele mooie bite heeft hij nog. Kijk, dus zitten we op de houtskool. Knolselderij, als die de vlam vat, die geeft dat een mooie geur. Dus het is allemaal streek. Kijk, wij zijn al bang dat als iets vlam vat, dat het fout is, hè? Nou, het moet ook met beleid, hè. Ik ga een klein beetje hooi erin doen. Zo. En René, hoe vaak... Probeer je zoiets? Ja, je bedenkt het en dan maak je het en dan wordt het steeds met de dag. Nou ja, dus, wordt, ja, het is fine-tuning. Hè? Dus ja. Door ervaring en met het hele team lekker stoeien. Ja. Het wordt steeds beter en mooier. Dat is ook weer hetzelfde als wij doen. Hoppakee. Ja. Dus dat je niet te veel vlam pakt. Meteen de luchttoevoer dicht. En dan pakt hij mooi zijn eigen rook. Moet er geen schorseneren worden. Nee, geen schorseneer. Ze zijn prachtig. Trend, dan komt die erbij staat. Nooit zo mooi gelukt. Asperge met paling, gerookte asperge, paling.
Spies is een wijnbedrijf gelegen in de Rijnhesse, Duitsland, op de grens tegen Pfalz. In 2017 is de Grüner Silvaner uitgeroepen door een navenant als aspergewijn van het jaar. Sinds 2 jaar hebben we de Weißer Burgunder als aspergewijn. Toch wil ik deze wijn nog even aanhalen. Heerlijke frisse wijnen. Spies is ook echt een bedrijf wat zich richt op gastronomie. Gastronomische wijnen die ook heerlijk matchen met gastronomische producten. Trent, ja. Zou die goed zijn? Ja, ik hoop van wel. Dus jij bent deskundige, hè? Ja, ik doe ook wat. Lekker buiten picknicken, toch? Ja, absoluut. Dus, ja. Even, de geur is fantastisch. Kijk eens. Oeh, ja. Ja, dus. Ik denk dat Mieke trots op ons zou zijn, toch? Ja, dat is product, zo mooi bereid. Ja. Ik ga hem eruit halen. Is lekker warm aan de vingers. Wow. Hoppakee, kijk eens. Ja, dat is mooi. Ja. Zullen we deze eens mooi gaan fileren? Zal ik er eentje voor doen? Ja, graag, want... Dat is weer een... Normaal doet Mieke dat voor mij, dus... Ja, precies. Kijk, kopje eraf. Dat is toch wel een beetje... En dan met... Je hoort hem knarsen, hè? Dat is de bedoeling. Dus over de graad. Over de graad. Best even lastig, hoor. Dus je moet de graad eigenlijk blijven horen en voelen. Kijk, dus hebben we er eentje al klaar. Dan pakken we hier onder de graad door. Met de duim druk je eigenlijk het velletje los. En de bedoeling is dat we hem proberen heel te houden, zie je? Machtig mooi. Doordat hij vrij warm is, is dit wat lastiger. Als je ijs koud is, is het makkelijker. Maar ja, god, we maken. Oh, ik dacht juist andersom. Nee, dit is kijk zo mooi. Als proefchef. Ja, dat. Vies, hè? Oh. Smerig lekker noemen we dat, toch? Heerlijk. Hoe doe jij dat met muziek? Met het creëren. Ik creëer natuurlijk gerechten, je creëert prachtige muziekstukken. Ja, in feite is het, wat we straks over hadden, het is ook een beetje van, je gaat uitproberen, hè? Ja. Ik heb thuis met mijn accordeon of met mijn vleugel, daar ga ik beginnen, ja. Een soort van in de grond verf zetten. Ja, zeg ja maar. Precies. Het rauwe stuk. Hè? Het rauwe stuk of eerst schuren, zeg maar. Ja, dus, ja. Ja, en dat ga je beetje bij beetje bouw je iets op. Dus als we met de band opnemen, dan beginnen we met een basis. Op een gegeven moment dan hebben we een demo, daar gaan we nog aan het schaven. Of een refreintje iets eerder of iets later, of een couplet iets eerder iets later. Ja. En dan beginnen we met de basis, drums en bas. En zo ga je steeds verder met... Snuf je meer van dit, snuf je ja, meer van dat. Ja, iets meer van dat. En dus ook vaak, wat wil je doen, hè? Ja. Dus het, gaan we Aziatisch koken of gaan we... De hele wereldkeuken met muziek is niet Ja, maar leuk is dat ze zeggen met Rome en Heers, jullie hebben zo'n heel erg unieke Limburgse saus. Ja. Het is feestelijk. Er zit een trekzak in, maar er zit ook een trompet van de fanfaren in. Ja. En volgens mij is dat ook de juiste handtekening van wat wij doen. Dat is gaaf, hè? Ja, mensen weten precies van, dat is Rovenaerse. Trent, net als moeders thuis, gooi je niks weg. De schillen hebben mooie vonden van getrokken. Ja. Zelfs een beetje de rooksmaak, ook een vondetje van gemaakt van de palinggraatjes. Nou, met room, crème fraîche en overheerlijke nectar de asperge, ruik eens. Dat is dus het pure vocht wat uit die kookzak komt. Ja, dat is echt goddelijk. Ja. Daar doen we dan een flinke scheur erbij. Ja, dan hebben we een heerlijke romige soep van het witte goud. Hopla, al blijven proeven. Dus, heerlijk klassiek aan de spie. Om en om. Ik zeg altijd een beetje gekscherend tegen mensen uit Nederland van ja, wij zijn ook veel rijker, want we hebben dubbele taal. We spreken Nederlands, maar we spreken ook gewoon plat. Ja, en wij gaan altijd even naar Utrecht. En terwijl iemand uit Amsterdam of Utrecht zegt van nou, ik moest helemaal naar Limburg. Waar gaat het over? Dus, van de andere kant natuurlijk grappig dat een klein landje ook weer zo divers is. Nou, dat het ook wel weer zijn charme is. Ja. Absoluut. En het wel een leuke is om een soort van het exotische te behouden, weet je, van de Limburgers. Van Burgondisch, hè? Het Burgondische dat ze naartoe gaan, nou, we gaan wel echt op vakantie.
Dan heb ik hier nog, we hebben het over passie gehad. Een kleine dressing, een beetje roomdressing met lekker vinaigretje. Ja. Een beetje passievrucht erdoor, met dat gerookte. Een beetje limoncello, dus laten we een beetje gek doen, toch? Heerlijk, heerlijk. Ik kan niet wachten. Maar hoe kom je hierop? Gewoon... Hoe kom je vanaf, zeg ik wel eens. Ja, ja. Maar nee, dat eten we daar ook op. Ja, maar ja, je bent, wat je zegt, aan het componeren, onbewust. Je bent in de natuur bezig, je bent met je team bezig, of je leest een boek, of je ziet iets op de televisie. En denk je, hey, dat is gaaf, dat gaan we doen. Of je wordt geïnspireerd door de dag. Dus, Ja. En dat is het mooie van ons vaak, hetzelfde met jullie met muziek. Je kunt alle minuten kun je ook aan de slag. Hè? Ja, dat is... Als je ervoor open staat. Ja. Ja. Koken met passie, toch? Ja. Hopla. Dan gaat hij. Die maken we even open, dat hij flink hitte krijgt. Zo. Ik ben net een machinist met zo'n apparaat. Eigenlijk wel, hè? Dus, Voilà. Een heerlijke geur heeft dat. Zo. Hoppa. Nou, en dan zou zeggen, lekker wat verse kruidjes. Zo een beetje, zo? Ja, dat gaat wel van dik hout aan van plank. Ik vind het prachtig, toch? Of niet? Ja, zeldzaam mooi, toch? Zullen we maar aanvallen? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Bon appetit. Bon appetit. Ja. We kunnen zeggen van een spiesje lekker in de soep. Je kunt ook zeggen van ik eet het zo uit het handje. Dus er zijn meer wegen die naar Limburg leiden. Ja, toch? Absoluut. Eh? Smakelijk, hè? Hoppa. En dankjewel. Oh. Fijn dat je erbij bent. Mensen, we hebben weer genoten. Simpel, passie. Een heerlijk glaasje vrolijkheid erbij van het Rijnhuis Spies. Nou, het is genieten jongens. Het zonnetje op bolletje. Santé. Nee, het was heerlijk. Ik dank u graag.